Mr. T, a sinner, but saved by grace. Yes, yes, yes. Because we all have sinned. That's why we're here in church. But enough of the sinning. It's time to come back home. It's time to come back home. Don't make God your last choice. Make God your first choice. Happy day. You want me and the homies to apologize, right? Mm-hmm. All right, go. I'll tell you what. How many people here know that truly, you can't love anybody without loving God first? And that was something that I had to learn the hard way. Door God, die was daar in de kerk. Ja. En die heeft jou aangeraakt. Ja. I would look back now and say, I was a believer, but I was not following Christ. De Heer Jezus is voor mij alles. Te verdiepen in de Bijbel en misschien wat meer kennis ook opdoen van wat God in zijn woord zegt ook. That love from God came into me. Everything was created for Christ and by Him, and we were created to be with Him. Zoek je hulp niet bij mensen, maar zoek je hulp bij de Heer, want Hij is je helper en je raadsman. En God komt nooit te laat. To say the people what God is doing for me and can do for them too. Maar God heeft voor iedereen tijd. Dat is gewoon een feit. Deze wereld is ons speelveld waarop we voetballen en leven. En God geeft ons de kans om hem te zoeken en hem te gebruiken als trainer. De regenboog doet mij denken aan het verhaal dat God gaat met de mensen op aarde. It's a privilege to know the truth. It's a privilege to know the word of God. It's a privilege